verbeterd gescheiden stelsel 2.0. Ongeveer 3 miljoen Nederlanders wonen in wijken met gescheiden rioolstelsels. Met een vuilwaterriool dat afvoert richting rioolwaterzuivering en een hemelwaterriool dat vaak direct loost op oppervlaktewater. De gedachte achter een gescheiden stelsel is dat hemelwater schoon genoeg is om direct te kunnen lozen op het lokale watersysteem. Het hemelwater komt daarmee direct terug in de natuurlijke waterkringloop. In de praktijk is water uit hemelwaterstelsels soms toch flink verontreinigd. Dat heeft twee oorzaken. Door foutaansluitingen kan afvalwater in het hemelwaterstelsel terechtkomen en ongezuiverd geloosd worden. Dat leidt tot verontreiniging van het oppervlaktewater. Ook vervuiling op straten en daken, zoals hondenpoep, bladeren, olie en bandenslijpsel, draagt bij aan de vervuiling van afstromend hemelwater. Toch laat recent onderzoek zien dat water uit hemelwaterstelsels zonder foutaansluitingen vaak vrij schoon is. Zeker in vergelijking met de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Om de problemen met foutaansluitingen en vervuild hemelwater tegen te gaan, zijn in de afgelopen decennia veel verbeterd gescheiden stelsels of VGS aangelegd. Het hemelwaterriool voert dan niet meer direct af naar het oppervlaktewater, maar is voorzien van een afvoer richting rioolwaterzuivering, bijvoorbeeld via een pomp. Zo'n pomp stuurt het afvalwater van foutaansluitingen en het vervuilde hemelwater bij kleine buien richting RWZI. Pas bij grote buien loost het hemelwaterriool via een overstort op het oppervlaktewater. Een verbeterd gescheiden stelsel heeft wel een nadeel. Het voert veel hemelwater af richting de rioolwaterzuivering. Een standaard VGS verpompt op jaarbasis circa 70% van het afstromende hemelwater naar de RWZI. In de praktijk is de afvoer van water vanuit een VGS naar de RWZI soms nog groter. Bijvoorbeeld door grondwaterinfiltratie, aangesloten drainage of niet goed functionerende installaties voor warmte-koude opslag. Ook de inloop van oppervlaktewater via de hemelwateroverstorten kan fors bijdragen aan deze afvoer. Hierdoor voeren VGS elk jaar miljoenen kubieke meter schoon water af naar de rioolwaterzuivering. Dit schaadt het zuiveringsproces en vergt onnodig grote installaties. Een oplossing biedt het nieuwe concept VGS 2.0. Een VGS 2.0 heeft twee pompen in het hemelwaterstelsel. Eén voor de afvoer richting rioolwaterzuivering en één voor de afvoer naar het oppervlaktewater. Als het aangevoerde water vies is, gaat de pomp richting RWZI aan. En als het aangevoerde water schoon genoeg is, gaat de pomp richting oppervlaktewater aan. Om te bepalen wanneer het water vies of schoon is, kunnen waterkwaliteitssensoren nodig zijn. Maar een eenvoudige sturing op basis van niveau of debiet werkt vaak ook. Een VGS 2.0 voert veel minder schoon water af naar de RWZI en veel meer naar het lokale oppervlaktewater. Het concept kan zowel op bestaande VGS als op bestaande gescheiden stelsels worden toegepast. VGS 2.0 ondervangt de gevolgen van foutaansluitingen zonder grote hoeveelheden schoon water af te voeren richting rioolwaterzuivering. Hierdoor kunnen gemalen, persleidingen en de RWZI kleiner gedimensioneerd worden. Bovendien leidt dit tot betere zuiveringsrendementen. Ook kan het schone water lokaal goed benut worden voor de doorspoeling of aanvulling van het oppervlaktewater. VGS 2.0 geeft dezelfde afvoerreductie naar de RWZI als het afkoppelen van 300.000 huishoudens. VGS 2.0 kost daarbij slechts een fractie van de 2,5 miljard euro die nodig zou zijn voor het afkoppelen. Daarnaast biedt VGS 2.0 de mogelijkheid om in Nederland 3 miljoen euro per jaar op operationele zuiveringskosten te besparen. Dit kan oplopen tot 25 miljoen euro per jaar als afvalwater nabehandeld gaat worden voor microverontreiniging. VGS 2.0. Goed voor de rioolwaterzuivering, goed voor het oppervlaktewater en goed voor de portemonnee.